Dit is Club Tropicana. Ja, en ik heb bezoek van Simple. Ja, je weet wie Simple is, hè? Hij is een drukke man. Hij doet tappabankstijl. En verder is hij ook nog MC. Straks weer met Chantal samen. En nou, hij heeft een heel druk bestaan. Weet je, sommige mensen zeggen... het lijkt alsof Suriname niet vooruit gaat en zo. In het buitenland hebben ze me dat gezegd, hoor. Ik zeg, maar wat bedoel je? Er zijn zoveel jonge mensen die een eigen onderneming hebben. Ja, misschien zitten ze niet in grote gebouwen, maar misschien in een achtertuintje of zo, een zijkamertje, hebben ze misschien een drukke business en ze zijn producers en ze doen heel wat andere dingen. Heel wat leuke dingen die misschien niet in de krant komen te staan, maar zoals Simple is, lekker bezig met zijn camera altijd en zijn bankstel, zijn bankstel-tory, ja. Simple. Rana Uma, je hebt een mond die in waarheid leeft. Een zintuig dat een man niet heeft. Want als een moeder haar zegje doet, komt het in de meeste gevallen goed. Een vrouw die is geboren in Suriname is een kind van succes en het nimmer afvallen. Ze ziet kritiek als suikergoed, herstelt alleen als herstellen moet. Ze is de O in onmisbaar. Gedraag me uit respect. Wanna only. Equipment. Graafbakken en buckettanden. Wier Equipment heeft ook bougings in verschillende maten en afmetingen, bucketpennen, seals en sealskits, kransen, hoses, gereedschappen, oilcoolers, cilinders. Onderhoud is behouden. Welkom kijkers, welkom mooie tante Gerda. Hallo Simple. Alles goed? Ja, ja. Lekker fris lekker vandaag. Oh jawel. Ja, ja. Helemaal op mijn gemak. Mag ik Gerda zeggen of moet ik het houden op tante Gerda? Gerda. Ja. Ja, we gaan het lekker luchtig doen. Aha. Ik ga direct met de deuren huis vallen. Liever wel. Ja. Waar is het gebeurd, de geboorte? In Paramaribo. Welk ziekenhuis? Sint Vicentius. Oh, op welke dag? 28 augustus 1946. En 1946, dus 2013, nee 14 min, u bent dan? 67, ga naar 68. Wat? Serieus? Dus al gepensioneerd? Ja, nou, volgens jullie misschien, maar volgens mij niet. Welke buurt is tante Gerda? Trouwens met tante Gerda, zie je mijn leeftijd. Welke buurt is Gerda opgegroeid? Ik heb, ik ben in de stad, in de Nassilaan. En toen ben ik in mijn kinderjaren, 3 jaren van mijn kinderleeftijd, van 5 tot 8, met mijn ouders naar Coroni, waar mijn vader gestationeerd was, als hoofdonderwijzer op de Salemschool in Coroni. Daarna zijn we naar de stad teruggekomen. Toen heb ik jaren gewoond, de rest van mijn jeugd, in de Pontewerfstraat, nu Anton de Komstraat. Ja. Het was een heel andere wijk vroeger hoor. Het
Hoe was het? Ja, het was toen niet geasfalteerd. Zand? Het was, ja, zand. Het had ook nog een gotro. Serieus? Ja, ja. Later is het drooggelegd, maar het was een kinderrijke buurt. En het was echt een leuke buurt. Niet zoals nu. Anton de Pontenwerfstraat. De Pontenwerfstraat kende geen Ogrimangs vroeger. Ja, rustige mensen. Rustige mensen. Ja, ik merk het aan u. Wie zijn uw ouders? Mijn moeder leeft nog, zij is 92. Mm-hmm. Zij is Heloïse Welsh, geboren Soesman. Mijn vader is in 1979 overleden, op 70-jarige leeftijd. Mm-hmm. Hij was Jozef Welsh. Oké. Wacht even voor dat ik ga, want ik hoor Sjaan me bellen. Dus ik ga even... Hallo, Simpel. Hoi, Sjaan. Hoor je me duidelijk? Ja, ik hoor je duidelijk, Ja, natuurlijk. Met deze pop van Galaxy ga je me natuurlijk duidelijk horen. Je stelt je aan met die poptelefoon, hoor. Sjaan, maar moest je niet op de set zijn? Waar ben je? Ik ben hier met Connie. We zijn in de Kashmirstraat voor het huis van Rafaella. Die is opgegeven door haar man en haar moeder voor deze makeover. Oh ja. Werkelijk. Je bent bezig met dat ding, no? Met dat onderdeel Pimp My Loved One. Oh ja, mevrouw Gerda niet vergeten. Hi Gerda, alles goed? Hoe is het daar? Tante Gerda, je wordt gegroet. Groet daar. Hi guys. Succes met de vragen van meneer Simpel. Simpel, we gaan nu naar binnen bij Rafaella voor de makeover. Gaan we? Oké, doe je best, ja? Oké, tot straks, doei. Nee, dus Gerda, we zijn bezig met een nieuw onderdeel. Dat is een Pimp My Loved One. Mm-hmm. Dan gaan we op. Die mensen mogen iemand die ze lief hebben, mogen ze dan verwennen. En dan worden ze verwend door onze Pimp My Love crew. Oké. Ja, dus helemaal van kop tot teen. Zo. Door Denise Beauty Salon, door Cheryl Kapsalon, dresscode. Een mooie stijl wordt je gestoken. Dus, en deze keer hebben we een dame, een jonge dame. Dat verhaal is wel een beetje zielig. Die vriend van haar heeft haar opgegeven. Dus met zijn schoonmoeder. Omdat hij heeft eigenlijk... ik wil het niet echt goed geliefd met haar. En hij heeft het ingezien. Oh, uh-huh. En dus hij trekt zich terug. Ja, hij wil haar eigenlijk in de bloemetjes zetten. Oh. En zo wil hij het goed maken. Oh, goed. Wow. Ja. Het is een mooi verhaal. Hij is tot één keer gekomen. Juist. Okay. Juist. Hij heeft het ingezien. Gelukkig dat het kind het niet verdient. Ze verdient meer dan dat. Uh-huh. Dus we gaan nu even kijken naar die Pimp My Loved One. En het alles gebeurt in... Ik ben Wahita. En we zijn van Tappenbankstel. Hey. We hebben nu onderwerp, dat is Pimp My Loved One. En je bent opgegeven door je man en schoonmoeder. En hoe zijn jij daarvoor komen halen? Voor een makeover. Vind je leuk? Ja. Een beetje geschrokken, je ziet er een beetje. We gaan ervoor. Oké, ik vind ze verdient het wel, omdat onze relatie heel apart ging gaan. We kwamen telkens in problemen, gingen vaak uit elkaar gaan. Daarom, met behulp van mijn schoonmoeder, heb ik toch gezegd dat laten we toch in aanmerking komen voor deze makeover. Want ik vind dat ze toch verdient. Zodat zij zelf kan zien dat ik naar een heel andere pad op wil gaan. Ik ga deze mevrouw Rafaella vandaag kleden in een mooi vrolijk kleurtje, blauw-groen. De zon begint weer echt te schijnen, dus we gaan alvast kijken voor deze mevrouw. Ik vind het een mooi gebaar van die man dat hij de stap in de goede richting heeft genomen en dat hij wil veranderen. En ze is een hele lieve vrouw. Hij komt heel oprecht over nu. Dus ik hoop echt dat ze het kunnen uitwerken. Ik hoop, we gaan ervoor. Hi, Rafaella. Ik ben Denise. Aangenaam. Welkom in de salon. Ja, je hebt een verrassing gekregen. We gaan je vandaag oppimpen. Ik zit even naar je te kijken wat we gaan doen. In ieder geval sowieso een facial. Ik wil je wenkbrauwen doen. En ik ga je benen harsen.
Want je benen die zitten vol met haren. Ja, ik weet nog niet wat we straks gaan uitkiezen qua kleding. Maar dan zijn je benen alvast netjes gewaxt. En ja, en, je nageltjes even lakken. Netjes zetten. Met je nagels zien. Oké. Je krijgt ook een manicure behandeling. In ieder geval, we gaan je lekker ontharen. We gaan je ontharen, je krijgt een facial en we gaan je nagels netjes lakken. Ja? Dat hij me meerdere malen ter deur gesteld van ja, ik ga veranderen en daar zet ik mijn hoop, al mijn hoop voor hem en dan doet hij hetzelfde. Dus ik kijk nu hoe het gaat. Ik zeg niet dat ik echt al mijn hoop zet op dat wat hij wil doen, maar ik ga proberen om dat weer te doen. En dat alles gebeurt in... Wat voor soort klein meisje was Gerda? Oeh, een doorsnee klein meisje. Levendig, springerig, mager. Jullie waren ook mager. Ja, vond je mager. Magerder dan ons? Magerder dan jullie, ja. Ja, Biggie Smas zei, dat kind is ondervoed. Maar ik was echt niet ondervoed hoor. Nee, ja, ik was niet geboren. Nu vechten ze om mager te worden. Ja, precies. Nu. Zie je, ik hoef niet te vechten. Oké, dan. Wat voor soort mix zit naast me? Mijn vader was Creool en mijn moeder is, van Aziatische afkomst. Ja, oh. Dus ik ben Afusnesi. Dus Dogla? Ja, Douglas Nesi. Douglas Nesi. Oh. Ja, ja. Dus dat wil zeggen, het was losse haren zo? Ja, dik haar, ja, lang en zo. Ja, ja, goed. Oké, okay, welk ondeugend ding kan Gerda zich nog herinneren? Oeh. Oring. Na de break. Ja, hij maakt het goed. Ik zie jullie over een uurtje. Much more to the fore. Well, the best two Brazilian players combining there. Oscar getting away from Ashley Cole. Good run from Neymar. Not the finish though. The power of ozone bleach. Weer Equipment. Speciaalzaak voor al uw zwaar materieel, onderdelen van alle merken en modellen. Nu uit voorraad leverbaar. Hydraulische pompen en onderdelen, swingmotoren en onderdelen, trekkettingen en werkstukken, final drives en onderdelen, maar ook complete machines en overhaul kits. Sprockets, startermotoren, alternators, graafbakken en buckettanden. Weer Equipment heeft ook bushings in verschillende maten en afmetingen, bucketpennen, seals en seal skids, kransen, hoses, gereedschappen, oilcoolers, cilinders. Onderhoud is behoud. Kies voor de specialist. Weer Equipment, David Simonstraat, nummer 131, telefoon 551859, 551860.
Luckily, there are real men who use real protection. Get yours at VSH Trading. Visit our showroom, located at Van het Hoogruisstraat 9 till 11. Het is pro-life. Pro-life. Probeer het maar. Melk is goed voor elk. Melk is goed voor elk. Pro-life is goed voor elk. Drink je jonger kind. Melk is goed voor elk. Melk is goed voor elk. Pro-life is goed voor elk. Drink je jonger kind. Drink je jonger kind. Drink je jonger kind. Wordt dan alleen maar pro-life voor mij. Distributeur Regisa Agencies. Ik ga drinken en ik ga palm. Ik ga heren story, ik ga klaar. Ik ga Daar. Ik ben zo'n probleem. Papa keuren, wat ik pijn moet er aan laten story. Geen papieren, dat is goed hoor. Ik ga. Oh, verzekeringsbewijs, ja. Dan heb ik niet de man die zij moet doen. Even. Dat ben ik mijn motorfiets. Bronfiets, wat je alles aan de keur dat ben. Rijd met 100% zekerheid. Laat de keuring voor je auto over aan een betrouwbare keurmeester. Autokeuringsgarage Evert. Snel en betrouwbaar keurt Evert alle motorrijtuigen. Auto's, pick-ups, maar ook motor- en bromfietsen. Evert, ook voor deskundige onderstelreparaties en complete servicebeurten. Hey, hey, sir, Evert. Evert snelle qua meter, dus afspraken maken is niet nodig. De openingstijden zijn van maandag tot vrijdag, van 8 uur morgens tot 4:30 middags. Evert, Koreastraat nummer 11 tot en met 13, telefoon 43 58 28 of 89 88 606. Autokeuring garage Evert. Evert, aan de wandeling. Bapabol, hinga, troetrokeuring. Een gezegende dag toe en heel veel liefde, heel veel gezondheid en heel lang leven. Dankjewel. Oh, mag ik een beetje weg? Nee, je weet toch dat kinderen geen sopje mogen drinken? Ja, Michi, u mag drinken, want die zien alle tieneren kan drinken en alcohol in zien. Dus kinderen en mensen van mijn leeftijd kunnen deze wijn drinken. Want na... Zeer. Met en zonder alcohol in verschillende smaken. Zeer. En het alles gebeurt in... Gerda, laten we even proosten. Ja. Lekkere sap van mor. Lekkere moorsap. Dat lekkere sap van mor. Salut. Ja, salut. Gezondheid.
Radio 10 en Tapa Bankstel. Gracias. Ja, we luisteren. Welk ondeugend ding kan je nog herinneren? Zo, dan moet ik diep gaan graven. ik kan me in feite niks echt... Nooit weggeboord? Nou, ik weet alleen dat we in mijn schooljaren, lagere schooljaren, gingen we in een groepje van de straat. We gingen allemaal op dezelfde school. Gingen we met de bus naar school. Mm-hmm. Maar we gebruikten acht busgeld om met de bus te gaan. We gingen Tillo kopen en Bami. En dan liepen we naar school. Mm-hmm. Nou, we gingen vroeg van huis. Mm-hmm. Het was echt een belevenis. Ja. Het was heel leuk. Oké, okay, welke school was dat? De Stelingsschool. Oh, de Stelingsschool. Ja. Welke opleiding heeft Gerda gevolgd? Ik heb de MULO afgemaakt. Ik heb de AMS afgemaakt. Ik heb een paar diploma's behaald. En dat is het. Mm-hmm. Nooit gespiekt? Spieken was niet nodig. Ik heb wel afgekeken. Van wie? Nooit gepakt? Nee. Ja, je moet gewiekst zijn als je weet dat je iets verkeerd doet. Waar heeft Gerda allemaal gewerkt? Ik heb gewerkt bij de Suralco, bij Healy & Dutenhover Advertising en nu bij Radio 10. Radio 10. Zo, eenmaal over Radio 10 gesproken, daar praten we, daar komt die naam direct voor me staan, Werner Dutenhover. Toch? Nogmaals gecondoleerd. Het is maandag, precies een jaar, hè? Ja. En zo toevallig bel ik u op. En dus laat zat ik het door dat maandag het precies een jaar is. Klopt, ja. Zo toevallig. Ja. De opnames zijn vrijdag voor het weekend van maandag. Ik was op een ayo met Oula en Sammy Durga toen we dat bericht kregen. Okay. Ik kon het echt niet geloven. Ja. Dus alsnog gecondoleerd. Maar... waar is het begonnen met Werner Dutenhover? Oh, het zou wel op een feestje zijn hoor. Hij was discjockey. En hij had mooie muziek. Hij was de eerste discjockey met twee platenspelers. Mm-hmm, mm-hmm. Want je weet, vroeger had men maar één. Mm-hmm. Dan repeaten men. Ja. Zetten men die plaat opnieuw. Maar hij had twee platenspelers met elk twee een set. Van twee. Aha. Dus hij ging van de ene naar de andere. Hij hoefde niet te stoppen. Maar ja, die mixen nog niet? Nee. Die dingen waren later. Dus gewoon twee platen spelen. Ja, en misschien nog een of ander schakelpaneeltje wat. En dan, ja. En je weet, het ging heel primitief toe met een naald. Ja. En als die naald versleten was, dan hoorde je het ook in die muziek. Krr, krr, krr. Dan moet het even eerst verwisseld worden. Ja, maar ja goed, het waren leuke feestjes, tienerfeestjes. Mm. Wij verfden meestal op het heetst van de dag, van 1 tot 7. Ja, ja. Dat waren mooie tijden. De zondagen. Zo, dat moet terugkomen, boy. Maar het gaat niet terugkomen. En weet je wat dat ding is? Die mensen van nu gaan echt om 12 uur uit huis. Omdat ze ook laat thuis komen. Dat is niet zo leuk. 1 tot 7 is beter. Ja. Fayasong. Ja. Dat zie je ook alles. Dan zie je welke koep zwart. Ai. Ja, inderdaad. Mm-hmm, we gaan door. Platenspeler, daar is het begonnen. Jawel, ja. Hij vond me aardig. Mm-hmm. Ik kon goed dansen. Mm-hmm. En hij vond me aardig. En, wie heeft wie gechant? Hij knikte, dus geregeld. Aha, en, aha. En ik lachte. En ja, op het einde van een van zo'n feestje. Is hij me komen vragen wie ik ben, hoe ik heet, enzovoorts. Het eerste afspraakje werd toegemaakt. Mm-hmm. Ja. En waar was dat? Ik weet het niet. Op één feestje, ik weet niet. We hadden zoveel feestjes om naartoe te gaan. Mm-hmm. En ik was net af van school ook. Dus. Hoe oud? Over welke leeftijd was je praten? 18 naar 19. Oh, 18 naar 19. Was jij de eerste vriend? Ja. Oh? Ja, de eerste en de laatste. Nooit in... Ja. Uniek, ja, hè? Ja, uniek. Ja? Uniek. Uniek. Wat voor soort vader, wat voor soort man was Werner? Oh, hij was uitzonderlijk. Hij was uitzonderlijk. Hij was niet alleen... Hij was een man vol passie.
Wat hij deed, deed hij echt met liefde. Mm-hmm. En ja, hij was ook een echte familiefreak. Mm-hmm. Gezinsfreak. Hij hield van netheid, schoonheid. Fanatiek? Ja, ja, ja. Echt kritisch. Mm-hmm. En natuurlijk van zijn muziek en radio vooral. Hij was niet echt zo gecharmeerd van de tv, van de radio meer. En wat nog meer? Ja, hij kookte lekkere dingen, man. Hij maakte heerlijke drankjes van iets gewoons, maakte hij iets fantastisch. Mm-hmm, mm-hmm. En als ik zondagavond van het werk kwam, van mijn programma, was er altijd iets lekkers voor me gemaakt. Dus ik verheugde me altijd ook daarop. Dus hij was romantisch? Jawel, jawel, ja. En heel medegevoelend. Mm-hmm. Ja, en hij luisterde ook altijd naar mij. En hij zei van, voel je eigenlijk niet zo goed? Ik zeg ja, hij zegt nee, maar ik vind dat je dropt. ja, maar hij was echt heel apart. Ook voor mijn schoonfamilie en zo. Voor mijn familie, ja, zijn schoonfamilie. Ja, heel lief. Hij was een heel lief mens. Voor zijn vrienden ook, voor zijn personeel. Mm-hmm. En ja, bij hem had iedereen toegang. Mm-hmm. Hij had geen drempels. Gerda, wat is het geheim om zo'n relatie zo lang in stand te houden? Love. Love. Yes. Love. Hebben jullie het gehoord? Love is the only way. Ja. Ja. Geen ruzies? Waren er ruzies? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Mm. Maar ja, maar je zorgt ervoor dat het niet escaleert. Mm-hmm. Ja, ruzies, ja. Waarom gingen die ruzies meestal? Waarover? Verschil van inzichten. Mm-hmm. Ja, verschil van inzichten. Soms om een klein gek ding waarvan je denkt, ik zou me niet zo druk maken. Mm-hmm. Daar maakte hij zich wel druk over. Hè? Omgekeerd ook. Mm-hmm. Waarover ik me druk maakte, maakte hij zich misschien niet druk over. En dan botst dat even. Hè? En dan denk je, man, liba sanier. We praten er een andere keer over. Maar ja, maar de ruzies waren nooit lang. Hoeveel kinderen zijn er? Drie jongens. Oh, drie zonen. Oh, alleen jongens. Alleen ik jongens. Ik ken die ene van Sin. Elvin. Elvin. Jeroen ken ik ook. En Werner junior. Ja, ja, hij draait de zaak nu. Hè? Met Jeroen samen. Met Jeroen samen. Nou, ik mag wel zeggen dat ze een heel sterke vrouw is. Ja. Waarom zeg ik dat? Ja, omdat het zo is. Omdat het gewoon zo is. Het is mm-hmm. Ik ken het niet anders als een sterke vrouw. Nou, het is toch een goede moeder. Mm-hmm. Altijd geweest, ik heb altijd klaargestaan voor de kinderen, voor de man, voor iedereen om ons heen. En ja, en ze weet heel goed te koken. Vandaar die buikspieren. Wat ik boos kan maken, ik denk aan onrecht. Onrecht kan er heel boos maken. Maar ik zal altijd van je blijven houden. Wat ik kan zeggen is dat ze drie zoons heeft grootgebracht. En dat getuigt al van een sterke vrouw. Ze heeft al die jaren ook mijn vader ondersteund in het bedrijf, in zijn werk. Zij heeft zelf ook gewerkt. Bijna een jaar na mijn vaders overlijden heeft ze zich ook nog steeds sterk gehouden. Dus dat vind ik een sterke vrouw. Streng, maar rechtvaardig. Vanuit mijn moeders kant iets soepeler dan vanuit mijn vaders kant. Maar mijn moeder zelf is ook vrij streng opgevoed. Maar ik vond het een geweldige opvoeding. Wat kan er boos maken? Onrecht ma. Bedankt voor de geweldige opvoeding al die jaren. En hou je sterk. En het alles gebeurt in... Ja. Gerda. Michel Werner. Mijn god. Ik huil elke dag nog. Mm-hmm, ja, ik huil nog elke dag. Alles om me heen herinnert aan Werner. Mm-hmm. En het is zo plotseling gebeurd. Ik was helemaal niet voorbereid. Als je voorbereid wordt, dan stel je je mentaal in. Mm, ja, ja. Maar het is zo. Ik was aan het werk. Toen ik hoorde. Het was een zondag. Het was een zondagavond. Ja. We zijn nog heel vriendelijk, ik zal lekker romantisch uit elkaar gaan kussen. Mm-hmm. En tot later enzovoorts. Maar ja, later is er niet meer van gekomen in een andere vorm. Mm-hmm. Ja. Lukt het met het slapen? Ah,
jawel. Ja, ja, ja. Het lukt. Het lukt in feite met alles. Ik kan niet zeggen dat ik dat het me niet goed gaat. Het gaat me heel goed, maar die leegte is er nog. Ja, en mijn tranen zijn nog steeds niet gedroogd. Ja. We komen straks terug naar de break. Ja, hij maakt het goed. Ik zie jullie over een uurtje. Much more to the fore. Well, the best two Brazilian players combining there. Oscar getting away from Ashley Cole. Good run from Neymar. Not the finish though. The power of Ozone Bleach. Weer Equipment. Speciaalzaak voor al uw zwaar materieel, onderdelen van alle merken en modellen. Nu uit voorraad leverbaar. Hydraulische pompen en onderdelen, swingmotoren en onderdelen, trekkettingen en werkstukken, final drives en onderdelen, maar ook complete machines en overhaulkits. Sprockets, startermotoren, alternators, graafbakken en buckettanden. Weer Equipment heeft ook bushings in verschillende maten en afmetingen, bucketpennen, seals en sealskits, kransen, hoses, gereedschappen, oilcoolers, cilinders. Onderhoud is behoud. Kies voor de specialist. Weer Equipment, David Simonstraat, nummer 131, telefoon 551859, 551860. Get yours at VSH Trading. Visit our showroom located at Van het Hoogruisstraat 9 till 11. Het is pro-life. Pro-life. Probeer het maar. Melk is goed voor elk. Melk is goed voor elk. Pro-life is goed voor elk. Drink je melk. Melk is goed voor elk. Melk is goed voor elk. Pro-life is goed voor elk. Drink je melk. Drink je melk.
distributeur voor de visa agencies. Pago dringe go palam mega her tori mega klari ko taru awa kabap aben so so problem papa kere wagi pae montera la tori gien papira dat is ko tori ko ba aur forsikeres boys ja na ne pa tani de manji sai mu du e fer tape mi kor mi motor fiets bron fiets wagi ala sane kor dape reed met 100% zekerheid laat de keuring voor uw auto over aan een betrouwbare keurmeester. Autokeuringsgarage Evert. Snel en betrouwbaar keurt Evert alle motorrijtuigen. Auto's, pick-ups, maar ook motor- en bromfietsen. Evert, ook voor deskundige onderstelreparaties en complete servicebeurten. Hey, hey! Evert! Evert snelle qua meter, dus afspraken maken is niet nodig. De openingstijden zijn van maandag tot vrijdag, van 8 uur morgens tot 4:30 uur middags. Evert, Koreastraat, nummer 11 tot en met 13, telefoon 43 58 28 of 89 88 606. Autokeuring garage, Evert. Evert, ano wandering, bapabol, hinya, trutrukeuring. Nog een gezegende dag toe en heel veel liefde, heel veel gezondheid en heel lang leven. Dankjewel. Oh, mag ik een beetje weg? Nee, je weet toch dat kinderen je sopje mogen drinken? Ja, Michi, u mag drinken, want die zien al op tineren kan drinken en op alcohol in zien. Dus kinderen en mensen van mijn leeftijd kunnen deze wijn drinken. Want na CDCR! Met en zonder alcohol in verschillende smaken. CDCR! En het alles gebeurt in... Oké, Gerda, voordat we verder gaan, gaan we even naar deel 2 van Pimp My Loved One. Want ik wil nu die metamorfose aan die mensen wijzen, hoe die dame is veranderd. Oké. Ja, dus we gaan even kijken naar Pimp My Loved One. Ik ben benieuwd. Ja. En het alles gebeurt in... Zo, Rafaela, welkom. Je bent bij Cheryl en ik zal je best wel oppimpen. Oké, kom maar. Als je daar kijkt naar je haarwortels, ga ik je wat vertellen. Je hebt gezonde haarwortels. Ze zien er goed uit. Alleen zijn ze gestikt met vet. Je gebruikt best wel heel veel vet voor je haar. Rafaela heeft gezonde haarzakjes. Met haar kan ik heel veel doen. En ik ga haar eigenlijk, ze heeft een beetje, ze heeft krullen in haar haar, ze heeft krullend haar. Ik ga haar haar helemaal stijlen. Maar ik ga keratine erin pompen een beetje. Dus wanneer ze klaar is, is het helemaal gezond, die draden. Hoeft ze niet zoveel vet voor haar haar te zetten met als wat ze voorheen deed. Maar dat blijft het een glans hebben, vooral hoe ze al kleuren erin heeft. Thank you.
kijk, Rafaella, kijk, we hebben twee kinderen met elkaar en ook schattige kinderen. Echt, ik wil echt dat we samen zijn bij onze kinderen samen. Dat we echt ze de begeleiding ook geven voor de toekomst, voor morgen. Hopelijk dat dit alles je heel anders gaat opstellen. Dat je alles zal vergeten wat ik heb gedaan. Ik weet dat ik je pijn heb gedaan. Maar ja, ieder mens gaat kunnen veranderen. We zullen niet meer zo blijven. Laten we focussen op de kinderen. Ze hebben een toekomst van morgen. Ja. Ik heb Melody van laten pimpen door mijn door. Kom, pimp my love. Heeft u die dame gezien? Helemaal veranderd, toch? Ja, man. Ze ziet er zo geweldig uit. Ja. Nou, goed gedaan, hoor. Ja, Denise, jullie hebben goed werk verricht. Sean, Cheryl, Christel. Hé, hey, goed gedaan. Doei, doei. Ja, Gerda. Ja. Waar is het dus met dat idee gekomen van Radio 10? Werner. Wie anders? Ja. Ja. Nou, toch. Hij heeft altijd, net wat ik je zeg, hij is altijd gecharmeerd geweest van de radio. Mm-hmm. En hij improviseerde als jongen. Als jongen, maar dat heb ik niet meegemaakt, want toen was ik nog niet in zijn leven. Ook zelf een radiostation als omroeper en mensen die bellen en improviseerde hij. Maar ja, hij heeft zijn droom kunnen uitwerken. Ja, ja. Ja. Mooie droom. Is een mooie droom, ja. Mijn zoontje, Jamal, is 10 januari is hij geboren. En ik kan me nog heugen, Lydia zat met haar buik in de auto en toen hoorde ik Radio 10, maakte ik kennis met Radio 10 in de auto. Uh-huh. 88.1. Ja, ja. En die muziek, variërend, trok me direct aan. Okay. Het boeide me direct. Ja. Dus het was direct locked on Radio 10. Dank je. Dus mijn complimenten. Dank je, is heel prettig. Hoe komen jullie aan die stemkleuren, die mooie stemkleuren? Moet je eerst een stemtest doen? Letten jullie op de kleur? Hoe geschiet het? Ja. Je moet even een stemtest doen. Je kan niet. Ja, nou, allemaal achter de microfoon zetten. En, maar de meeste mensen die willen omroepen, weten van zichzelf, ze hebben iets. Mm-hmm. En ja, voor de rest, ja. Dan... Maar niet te ieder komt bij Radio 10. Nee. Niet te ieder? Niet te ieder. Nee. Daarom vraag ik. Nee, niet te ieder. Nee. En er is ook geen plaats voor ieder. Mm-hmm. Maar er wordt gescreend. Ja, zeker weten. Er wordt gescreend. Ja. Mm-hmm. En natuurlijk, je moet ook... je taalgebruik moet goed zijn. Mm-hmm. Je moet beleefd kunnen praten. Je moet contact kunnen voelen met... de mensen, klopt, aan hun toestel. Ja, klopt. En goed. Was het uw meisjesdroom? Ik? Nooit. Ik had niets met de radio. Maar hoe is het begonnen? Gewoon achter een microfoon komen. Een dag bent u achter nee, een microfoon. Nee. Ik ben bij Rapar begonnen. Oh, Rapar. Ja. Ik ben in 1987 bij Rapar begonnen. André Ramjan, die wist dat ik... een muziekcollectie had. Mm-hmm. En hij heeft me geïnteresseerd om met mijn muziek op Rapar te komen. Rapar was toen het station. Ja, en Wenner heeft ook daar gewerkt. Wenner heeft ook daar gewerkt, in die tijd. Mm-hmm. En toen heb ik gezegd, nou ja, maar ik weet niet te werken met de apparatuur hier. Ik heb wel mijn muziek, maar iemand gaat me moeten techniseren. Mm-hmm. Dus zo is het ervan gekomen. Ergens in maart 1987 ben ik voor het eerst achter de microfoon gegaan. Ik ben baby. Ik was shaky, maar toch hoor ik, ja goed, het is goed gegaan, André. Ja, die stemkleur is prima, man. Maar ik had nog geen idee van een programma draaien. En het was toch een programma van een uur. Wow. Ja, maar later is het opgelopen naar 3 uur. Wow. Ja, want men vond het leuk. En zo heb ik het 9 jaar gedaan bij Rapar. Toen heette het Domingo con Musica Latina.
Wat is die liefde voor Spaans muziek? Migado mino sabi. Ay, sana al liefde, want als het om Gerda gaat, weet je direct dat Spaans muziek. Ik ben ermee opgegroeid. Toen ik meisje was, in mijn kinderjaren, was de Spaanse muziek, de Cubaanse muziek, de merengue, dat was de muziek. Zelfs vrolijke jeugd speelde ook Latin-achtige. Dat was de muziek. En je groeit op met Celia Cruz, Sonora Matancera, je danst merengue. En ik heb toch wel op vele kinderfeestjes danswedstrijden gewonnen. Maar ik ben dansa merengue, nanga guaracha. Ja. Je zingt merengue. Ja. Ja, dat is leuk. Het is leuke muziek. Je groeit ermee op en het is me bijgebleven. Welke Spaans sprekende landen heeft u al gezien? Ik ben vaker gegaan naar Puerto Rico. Ik ben gegaan naar Panama, Venezuela, Colombia, Santo Domingo. Ik ben ook naar Spanje gegaan. En natuurlijk ben ik jaarlijks in Florida, waar ook veel Spaans wordt gesproken. En muziek ook een boventoon voert. En dus ik beweeg me altijd in die sfeer. Daar hou ik van. Nee, Cuba bent u niet geweest? Nee, nog niet. Oh, nog niet. Cuba ben ik nog niet geweest, omdat het vroeger niet zo makkelijk ging om naar Cuba te gaan. Ik heb niet echt veel haast, maar ik wil er wel komen. Mm-hmm. Ik wil er wel komen. Ik ontmoet Cubanen die hier komen met artistieke groepen. Die word ik in kennis met ze gebracht en zo. En, wat ik heb gezien was indrukwekkend in de andere landen. Mm-hmm. Van Cuba is ook indrukwekkend, hoor ik. Want ik hoor van mijn kennissen die er geweest zijn. Maar in Latijns-Amerika vind ik toch wel dat het artistieke niveau op heel hoog niveau is. Mm-hmm. Het artistieke niveau is heel hoog. En hier in Suriname? Iets minder. Wat zouden ze eraan moeten doen? Kijk, de Latino heeft temperament. Mm-hmm. En er is niemand die hem tegenhoudt. Maar hier heb je te veel remmingen. Ja, hier heb je te veel remmingen. En een ander ding is, kunst en artistiek moet worden gesponsord. De overheid kan het niet dragen. Is waar. Moet worden gesponsord. Maar hier is, het gaat hier nog niet zo vlot met sponsorings. Er is nooit geld. Er is nooit geld. Er is nooit geld. Weinig geloof in is. Maar ze hebben nooit geld. Voor andere projecten hebben ze wel geld, hoor. Dat is inderdaad zo. Ja, want hier kunnen, ik denk, kunstenaars nog niet echt van hun talent leven. Mm-hmm. Ze moeten iets anders doen, erbij doen. Maar ik waardeer toch wat men doet, hoor. Hoe staat het met Surinaamse muziek? Surinaamse muziek, ik vind dat het beter wordt. Heeft u ook die liefde voor die Surinaamse muziek? Ja, maar niet voor alles. Wat niet? Ik ben een tori voor je jarusu, je takbi tori. Odo. Nee, ik hou er niet van. Kabula. Ik zeg nee. Ik zeg, men moet, als ik luister naar de teksten van songs van vroegere tijden, nu, zo, heel ander niveau. Mm-hmm. Ik zeg, maar kunnen we niet op dat niveau komen? Om te denken van je takmitoro, je loko in mijn libi. Je moet het even achter ons laten. En dat houdt ons tegen. Praat tot ze, tante Gerda. Praat, zeg ze. Hebben jullie gehoord? Laat het achter je. Dan staan die voor takmitori en je loko in mijn libi. Je dikkie in je dikki ijarusu. No way. Ja, anders, je schiet zo niet op. Mm-hmm. Welk lied hangt ergens hierboven? Surinaams muziek. Oh, mijn god, zoveel. Uit Suripop, een aantal. Mm-hmm. Uit Suridant. Maar behalve Suripop. Suripop niet Sami. Ja. Maar behalve Suripop. Ja, dan heb je ook nog. Ik hou van die laatste, Pukushani. Ja, vind ik heel mooi. Ja. Ik vind er was ook eentje van Farah. Ja. Je hebt een mooie, die jongen, hoe die jongen weer. Mijn god, een soort Kaseko Love, R&B model. Radio 10 draait het vaak. Is toch geen falling?
ja. Nee, nee, nee. Oh, niet, nee. Nee, 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 nee. Waarom niet? Nee, 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 nee. Oh, 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 ik, oh. Nee, nee, nee. Ik vind het te mager. Oh. Ik vind het te mager. Moest dikker zijn. Ja, het voller, moest dikker zijn. Meer voller. Woorden. Het moest text. Meer, het moest meer body hebben. Oh. Ja, het moest meer body hebben. Ik vind het te mager. Ik zou het arrangement rijker maken. En ik zou ook de stemmen, stemimprovisaties, zou ik echt, weet je, uitwerken. En het is te mager. Hoe geschiet de keuring bij Radio 10 wanneer je een nieuwe pokoe brengt? Hoe de keuring geschiet? Laat me het anders vragen. Wie doet de keuring? Er is een team. Waar is een team? Er is een team. Het Magic 10 team, de crew, Magic 10 crew. Zij houden zich bezig met de factory. En zij komen altijd met nieuwe. En iedereen krijgt ze te horen. Iedereen krijgt het te horen. Het wordt je gemaild thuis. Dan kan je luisteren. Of men zegt, ga naar YouTube, dit en dat enzovoorts. En dan kan je zeggen wat je ervan vindt. Ja. Maar ja. Is dat ook gebeurd met 10 koeien? 10 koeien was er, weggehaald, weergekomen. Ja, de 10 koeien is ook een verhaal op zich. Maar Gerda hield van het lied. Ik vond het zo leuk. Mooi lied. Ik vond mooi het nummer. Zo leuk. Zo origineel. Ja. Zo apart. Zo eigenzinnig. En, maar ja, het heeft, hij heeft op de tenen getrapt van groepen. Daarmee. En ja, er werd zo'n controverse. Maar voor mij was het absoluut niet nodig. Want waarom? Ik bedoel, dan vinden ze, ja, nou moet de andere groep schrijven tegen. Ja, dat vond ik absoluut niet nodig. Ja, dat vond ik minder. Maar de 10 koeien, ik vind de 10 koeien mooier dan dikke vrouwen. Ik vind dikke vrouwen ook origineel. Ja, dikke vrouwen vind ik ook origineel. Daarna kwam 10 koeien. Toen ik het voor het eerst hoorde, was ik, ai boy. Ik vond het echt goed. Ik vond het echt goed. En ik vind dat niemand moet zich beledigd voelen. Want het zijn voorbeelden uit het dagelijks leven. Ja. Klopt helemaal. Ja. Klopt helemaal. Ja, maar ik hoor Scrappy nog in commercials ook. En, ja, gelukkig. En ik hoor Rubia ook. Is het waar, Scrappy? Ja, ik vind het zo leuk. Is er nog iets dat u wilt bereiken? Oh ja, mijn hemel. Ja, ik wil een hoge leeftijd bereiken in goede gezondheid. Dat is iets. Dat is het eerste. Ik moet mentaal nog altijd goed zijn. En ik wil dat voor mijzelf en voor iedereen in Suriname, dat het Suriname beter gaat, want het kan. Ja. Dat wil ik. En ik wil hebben dat de jongeren, laten we zeggen, zich focussen op hun toekomst. En niet zomaar rondlopen en rondhangen en doen alsof, ja, elke dag is een dag je winst. Zo kom je er niet. Ze moeten focussen op hun toekomst en ik vind dat ze zich moeten spiegelen aan goede voorbeelden. Ja, dus jullie hebben het gehoord. De droom. Heeft u een boodschap naar de jeugd toe? Heb ik net gegeven. Ja, de jeugd moet zich focussen op zijn toekomst, op haar toekomst. En allerlei invloeden. Ze zijn het product van hun tijd. Dat is moeilijk. Ik ben in een veel makkelijker tijd opgegroeid. Voor hun is het moeilijk. Te veel invloeden komen op ze af. En ja, Je moet sterk zijn. Want iedereen wil die iPhone, iedereen wil die BlackBerry. Ja, klopt. Ja, de markt wordt overspoeld met dat spul. Maar you can't have it all. En het moet ze bijgebracht worden. Ja. Het is niet leuk voor ze. Want dan gaan ze zeggen, jij hebt alles aan. Ja, ik zeg, je kan het hebben, maar je moet ervoor werken. Zo is dat. Toch? Je Zo moet ervoor werken, want u heeft toch ervoor gewerkt. Ja, natuurlijk. Ja, toch? Ja, ik kreeg niet zomaar een cadeautje. Zie je? Ja. En tot nu toe moet ik werken voor wat ik kan. Klopt, helemaal. 68 jaar, toch? Word ik in augustus. Ja, augustus. Oh, je bent ook een leeuw. Ik ben een Virgo. 28 augustus. Oh, 28. Nee, ik ben die leeuw. Oké, we gaan het afsluiten. Is dat eten al ready? Oh, ze komt eerst met die pakketjes. Ik heb honger toch? Dat is ook een nyangba. Gerda, we gaan het lekker afsluiten. Ik vond het een eer, weet je waarom? Die Suripoku Award. Ja. Vorig jaar. Ja. Werden nog gevraagd om
op mijn bank te komen zitten. Okay. En toen vroeg zij me van, ik wil een DVD, eerst een van die programma's van je zien. Uh-huh. Toch? Dan bel je me, dan gaan we die afspraak maken. Uh-huh. En toen gebeurde dat ding op 17 ja. maart. Ja, toch? Klopt. Ik kan me nog heugen. 11 dagen daarna. 11 dagen daarna. Ja. En zo toevallig bel ik u. Gewoon heb ik gezegd van, hey, ga Gerda bellen. En u heeft direct ja gezegd. Ja, ja. Ik wil beginnen met mijn hoofdsponsor, dat is Telesuur. U kreeg van Telesuur, waar hebben ze het gezet? Ja. U kreeg van Telesuur 50 SRD. Zo. Bel te goed. Geweldig. Ja? Ja, geweldig. Heel bruikbaar. Ja, van Galaxy. Dat is die mooie bank hier. Oké. Okay. Te gek toch? Ja, mooi. Lekker gedecoreerd. Echt mooi, wel. Zo mooi gedecoreerd. Kijk, die tafels, ja, alles hier is stalen ja, bij. Ja, de kussens. Galaxy, die kussens vooral, hè. Krijgt u deze? Laat me het goed lezen hoor. Havaianas. Havaianas. Wat betekent het in het Nederlands? Havaianse. Oh, Havaianse. Ja, Havaianse. Ik heb het ook aan. Weet je wat het mooie ervan is, Tante Gerda? Die Havaianse slipper, ja. Ook als je je tenen lelijk, het maakt het mooi. Dan hoef ik geen moeite meer te doen. Nee. Dus normaal trek ik geen slippers aan, want mijn tenen lelijk. Okay. Toch? Maar met die Havaianse, die mensen kijken eerst naar die Havaianse. Goed. Ja, daarom trek ik het aan. Dus ik stel me aan met mijn Havaianse. Het is toch mooi, kijk die kleur. Mooi, ja. Echt mooi. En kijk die kleurcombinatie, kijk ja, hier. Heel mooi. Ja. Met dat blouseje ja, van u. Het zou heel dus eigenlijk goed gaan met mijn outfit. Nu al kunnen, ja. Klopt. Pas gewoon bij uw outfit. Ja, dankjewel Galaxy. Ja. Dankjewel Simpel. Oké, okay, van Trans American krijgt u deze Cerecer. Zo. Wijn. Ja, dankjewel. Vruchten, lekker vruchtenwijn. Ja, lekker. Drinkt u alcohol? Weinig. Oké, okay, dit is zonder alcohol. Okay. Je hebt met en is zonder alcohol. Is een cider eigenlijk, hè? Juist, juist. Ja, lekker. Ja. En als de kleindochters op bezoek komen, dan kunnen ze ook meedoen met me. Juist. En van Soulfood? Ah, oh my god. Ja, oké. Dankjewel. Krijgt u deze lekkere pichel? U heeft dan pichel gevraagd. En u krijgt pichel. My god. Hoe peper is het? En het is gezond, hè? Ja, dat is. Het is lekker gezond. Het is niet te peper, toch? Nee. Ja. Dankjewel. Goed. Zo. Tante Gerda? Met tante kan tante Gerda. Sorry hoor, het is uit beleefdheid. Zo heeft mijn moeder het met geleerd. Kan niet helpen. Je mag straks die spullen weer hierin zetten. Ja. We gaan het lekker afsluiten. Ik ga even daar afsluiten. Dan gaan we die tata daar aan staan. En die camera, middelste camera doen. Ja? Tata daar aan staan. Tan. Wie moet dat we doen? Gaan het samen doen. Okay. Samen zingen, okay. Vinger daar in die camera. En dan gaan we het straks samen doen. Maar wat, weet je wat zo mooi kan zijn? U mag het in het Spaans afsluiten, in die camera. In het Spaans. Ik wil die Spaanse tong van u horen. Daar, u mag het afsluiten. Oké. Okay. Con esta me despido. Wat heeft u gezegd? Con esta me despido por hoy. Wat is dat? Ik neem nu afscheid of ik groet. Ja, ze groet. Je hebt het gehoord in het Spaans, ze groet. Als je Spaans les wil volgen, mag je bij Gerda. Oh God, ja. Gerda. Of gewoon op de zondag luisteren naar... Sabor con calor. Sabor con calor. 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 Ja. Hier zeggen we calor. Iemand die calor heet is calor. Calor. Si. En wat betekent calor? Warmte. Warmte. Zie je hoe het spreekt? Warmte. Ja, we gaan het lekker afsluiten. Je hebt het gehoord, allemaal gehoord van Gerda Dutenhover. Opgegroeid in de... Anton de... Het was geen Anton de Komstraat. Pontewerfstraat. Heel lief meisje. Mager! Magerder dan de Bonjo Boys. Maar kijk, lekker gezond. Dus iedereen die er heeft geplaagd, jammer voor jou. We gaan het lekker afsluiten in die middelste camera daar. Bent u ready? Ja. 1, 2, 3. Tataran-tan. Tan-tan. Ten-en-ten-ten-en-ten. Boing! Je hebt een mond die waar het leeft. Een zintuig dat een man niet heeft. Want als een moeder haar zegje doet, komt het in de meeste gevallen goed. Ik ben gelukkig met die weg, ik kan gewoon niet doen. Als je niet knap rust.
Ze denken niet voor mijn schandalen in Amos. Nu heb ik sinds 2 weken al een schatje. Rondje kan niet meer lopen als zodanig, weet je. Maar het werd steeds erger. En mijn familie zag dat ik achteruit ging. En ik had ook een tikken, tjaringoe, want... Oh, dit is Gimjaso en meneer Berno of Ching. Equipment. Speciaalzaak voor al uw zwaar materieel, onderdelen van alle merken en modellen. Nu uit voorraad leverbaar, hydraulische pompen en onderdelen, swingmotoren en onderdelen, trekkettingen en werkstukken, final drives en onderdelen, maar ook complete machines en overhaulkits. Sprockets, startermotoren, alternators, graafbakken en buckettanden. Weir Equipment heeft ook bushings in verschillende maten en afmetingen, bucketpennen, seals en sealskits, kransen, hoses, gereedschappen, oilcoolers, cilinders. Onderhoud is behoud. Kies voor de specialist. Weir Equipment, David Simonstraat, nummer 131, telefoon 551859, 551860.